heb kanker, een best wel zeldzame vorm, een kinderkanker, neuroblastoom heet het. Het is een ziekte die eigenlijk niet op mijn leeftijd zou voor moeten komen. Komt eigenlijk bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar voor. Dus het is best wel bijzonder dat het nog op mijn leeftijd voorkomt. Want jij bent 19? Ja, klopt. Pas 19 geworden. Ik was 18 toen het geconstateerd werd. Ja, en dan in één keer is heel je leven veranderd eigenlijk. Dus. Neuroblastoom, inderdaad een kinderziekte. Hoe kan het dan dat jij die op 18-jarige leeftijd krijgt? Ja, ik weet niet. Het is blijkbaar iets wat in de geboorte met celdeling te maken heeft. Meestal kom je daar tijdens de geboorte of net vlak na de geboorte achter. Bij mij zijn ze er blijkbaar veel later achter gekomen, op mijn 18-jarige leeftijd. En hoe zijn ze erachter gekomen? Ik begon met rugpijn. Ik sport veel, dus ik dacht, ik ben zelf op Google gaan zoeken wat ik dacht dat ik had. Toen kwam ik op spit uit, dus ik dacht, ja, dat gaat van ergens over. Veel in bad geweest en zo. Op een gegeven moment heb ik de huisarts gebeld, omdat het best wel erg wordt. Die had mij toen aangeraden om paracetamol te gaan slikken. 2 's ochtends, middags en 's avonds. Dat ging ik toen doen. Maar ik was niet iemand die veel medicijnen slikt. Ik was bijna nooit ziek ook. En het werd steeds erger. Ik begon ook pijn te krijgen in mijn bekken. Dus ik had op een gegeven moment pijn in mijn onderrug en in mijn bekken. Ik heb toen nog een keer contact opgenomen met de huisarts. Toen op afspraak geweest en naar de huisarts geweest. Die heeft bloeddruk en zo eigenlijk nog niet echt gemeten. We hebben mijn verhaal opgeschreven en we niet echt iets mee gedaan. Toen ben ik eigenlijk gewoon naar huis gegaan en dacht ik, ja, dit gaat van eigenlijk wel over. Toen ben ik ook op een gegeven moment allemaal misselijk gaan voelen en zo. Toen dacht ik van, nee, nou moet ik nog een keer bellen, want zo kan dit niet langer. Ik ben toen weer de weekend daarna naar de huisarts geweest. En ik kwam bij de receptie en ik kon eigenlijk al niet echt meer lopen. Ik kon niet lang meer staan, dus ik moest eigenlijk al snel zitten. Ik zat nog niet eens in de wachtkamer. Daardoor heeft de huisarts ook gezegd van, kom maar eerder. Toen kwam ik het kamertje binnen en toen zag je al meteen dat het niet goed was. Toen zei hij al meteen van, we bellen een ambulance. Dus ja, ik schrok daarvan, want de ambulance is nooit met de ambulance meegegaan of zo. Dus ik heb mijn moeder toegebeld om te vragen of dat ze met mij naar het ziekenhuis wil gaan. Dus ze was net de boodschappenkar naar binnen aan het rijden. Dus ze zette meteen de boodschappenwagen terug om met mij naar het ziekenhuis te gaan. Toen zijn we naar Tilburg gegaan, daar heb ik in het Twee Steden ziekenhuis gelegen. 3 dagen zo ongeveer. En daar een beenmergpunctie gehad. En de volgende dag kreeg ik eigenlijk de beenmergpunctieuitslag, wat eigenlijk een week duurt. Maar omdat ze wouden geen risico nemen, dus ze hebben er een spoed achter gezet. Toen kreeg ik te horen dat ik acute leukemie had. Toen ben ik de volgende dag met de ambulance meteen naar Rotterdam gegaan, waar ik de behandeling eigenlijk zou plaatsvinden. Toen zou ik die avond zou ik te weten te zijn gekomen hoe de behandeling er verder uit kwam te zien. Toen kregen we eigenlijk meer het slechte nieuws van, het is geen acute leukemie, maar we kunnen ook niet zeggen wat het wel is. Dus toen is daar een hele week overheen gegaan. Dus een week leef je eigenlijk in onzekerheid, want het was wel verteld dat het kanker was. En dat het al in een vers stadium zat, maar je wist niet welke kanker het is. Dus je zit eigenlijk een week lang met spanning in het ziekenhuis. Toen hebben we na die week hebben we te horen gekregen dat het neuroblastoom was. Nou, nog nooit van gehoord. Dus eigenlijk een stukje gaan googlen. En toen bleek dat het een ziekte was die bij je hersenen begint. En je bijnieren die filteren het. En die konden de slechtste dingen gewoon niet filteren. En zo... En zo hebben ze contact opgenomen met Utrecht. In Utrecht hebben ze een ziekenhuis staan voor alle kinderkankers, waar alle kankers bij elkaar komen. En toen de volgende dag meteen weer naar Utrecht gegaan. En daar zit ik nou onder behandeling eigenlijk. Op het moment dat je erachter kwam wat je mankeerde, dat is denk ik enorm schrikkelijk. Zo ja, echt. Ik was altijd iemand die altijd aan het sporten was en zo. En als je dan op een gegeven moment merkt dat je daar niet meer volledig kan, dan schrik je wel. Maar je verwacht nooit natuurlijk dat het zoiets is. Dus ik dacht, ja, het begint met rugpijn, het zal van mij wel overgaan. En als je dan zoiets krijgt, je horen echt in één keer alles laat anders. Ik weet nog wel het moment dat ik hier, van Tilburg mocht ik heel even naar huis. Om thuis ook tegen iedereen te vertellen. En ik weet nog wel, ik reed met mijn moeder hier met de auto de Dam op. En iedereen heel blij van, yes, Koen is weer terug.
En ja, maar ik zat met tranen in mijn ogen in de auto. Want ik was, ja, ik mocht wel naar huis, maar ik moest eigenlijk gewoon, ik heb iets heel ergs. Dus toen aan iedereen, aan familie en aan mijn vriendin ook verteld, nou, dat stort gewoon bij iedereen stort het in. Zegt mijn vader ook, we hebben hier een bedrijfje, dat telt dan niet meer. Dan staat echt je kinderen staan echt op één dan. Dus dat merk je wel, ja. En nu word je behandeld, wat houdt dat in? Ja, ik heb nu 6 chemokuren gehad. Ik heb de laatste vorige week afgesloten. Het is eigenlijk een traject wat 9 maanden duurt. Je bent 9 maanden in behandeling in Utrecht, zit ik. Dan zou ik na deze 6 kuren zou ik nog een beenmergtransplantatie zitten, want daar zitten ook slechte cellen in. Dus dat moet ook schoon worden. Dus zou ik ook nog een operatie moeten, want ik heb een tumor bij mijn bijnie, die moet verwijderd worden. En dan nog 20 bestralingen. Als ik dat heb gehad, zou ik in principe schoon moeten zijn. Daarom is de kans dat neuroblastoom terugkomt is 60%. Utrecht staat in aanraking met Amerika. In Amerika hebben ze een medicijn tegen neuroblastoom. Daarmee zorgen ze ervoor dat je kans vergroot. Dus dat de kans dat je neuroblastoom terugkrijgt van 60 naar 40 verlaagt. Dus dat is een moment die we zeker met ons gezin willen aangrijpen. Alles om beter te worden. En de kans dat terugkomt, dat wil je natuurlijk niet. Dus daarom willen wij geld in gaan zamelen om richting Amerika te gaan. Want dat is heel duur. Ja, klopt. Het kost veel geld. Je moet daar gaan wonen eigenlijk. Want als er iets met je is, je moet terug naar het ziekenhuis kunnen waar je onder behandeling bent dan. Dus je moet daar je boodschappen kunnen doen. Je moet daar met de auto naar het ziekenhuis kunnen. Je moet er kunnen wonen. Dus je moet een huisje hebben. En zo komen er nog wel meer dingen bij kijken. Wordt er niet betaald door de verzekering? Nee, de verzekering verdekt eigenlijk alleen mijn ziektekosten. Maar voor de verdere rest heeft dit geen rol in Amerika. Om hoeveel geld gaat het? Hoeveel is er nodig, zeg maar? En hoe lang duurt die behandeling? Ik durf het zo echt niet te zeggen. Dat zouden we eigenlijk nog met onze oncoloog kunnen bespreken. Maar hij zegt wel, je moet wel flink wat geld hebben. Omdat je best veel moet reizen. Je bent er lang, dus je zal ook wel veel moeten eten. Genoeg moeten eten voor je gezin ook. Want ja, je wilt ook personen bij je hebben. Je kan er moeilijk in mijn eentje gaan zitten. Dus ook voor je familie, voor je gezin moet je geld hebben om boodschappen en andere dingen. Hoe lang moet je dan in Amerika blijven? Ik verwacht 7 maanden. De kinderoncoloog zegt ook 6 maanden, 7 maanden. Want 1 maand is daarvan onderzoeken. Dat zou daar ook plaatsvinden. En dan zou je iedere maand een weekje in het ziekenhuis moeten zitten voor eigenlijk een soort van immuuntherapie heet het. Nou moet dat geld er komen, hè? Want geld dat is er niet denk ik om het volledige bedrag op tafel te leggen. Dan zijn er acties gaande. Bijvoorbeeld door Demi en Colette, hè? Die hebben een actie opgezet, die willen naar Utrecht gaan fietsen vanuit Dongen. Wat vind je ervan? Ik vind dat echt heel mooi, ook alles wat ze hier voor me doen, dat is echt, ik kan wel dankjewel zeggen, maar echt uit de grond van mijn hart zou ik wel iedereen willen bedanken. Zeker Demi en Colette, die ze zich nou ook inzetten. Ze hebben ook een Facebookpagina geopend voor mensen, voor acties en zo. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. Dat denk ik wel een flinke steun. Ja, zeker. Dat geeft je ook veel kracht als je zoiets leest in het ziekenhuis en zo. Toen ik het lees, ik was echt heel emotioneel van binnen. Ja, je weet gewoon niet wat je moet zeggen om hun te kunnen bedanken. Dan moet je een lange tijd weg, hè, naar Amerika. Maar goed, als alles goed gaat, hè, want dat is ook nog maar de vraag natuurlijk. Hoe moeilijk is dat? Ja, je kan nooit zeggen of het goed gaat of niet. Je leeft altijd in spanning en... Ja, je weet nooit of dat je schoon wordt of niet, maar ik zeg altijd, ik blijf altijd hoop bouwen en ik zal nooit opgeven. Hoe groot is de kans dat jij weer beter wordt? Ja, ze zeggen, op internet lees je dat de kans heel klein is, maar ik zeg altijd, ieder mens is anders, dus ik ga er vol voor. En ik zeg altijd, ik word beter, dus ik blijf altijd vertrouwen houden. Mij zullen nooit zien opgeven. Wat mij opvalt, hè, want we zaten net aan tafel met die meiden erbij. Er wordt veel gelachen. De stemming is wel optimistisch. Ja, zeker. Ook in het ziekenhuis. Ik maak veel grapjes. En met iedereen maak ik wel grapjes over. Want ik vind, ja, ik kan er wel heel depri over gaan doen. Maar ik denk niet dat we daar sterk van blijven. Dus ook, mijn ouders zeggen ook altijd, het is heel mooi om nou te zien dat we zoveel lachen. Niet omdat we het verbergen of zo, maar het maakt ons gewoon sterk.
Maar ik kan me voorstellen, als jij alleen bent en in je bed ligt, dat je best wel moeilijke periodes hebt. Ja, zeker. Dat zeg ik ook. Bij mijn gezin laat ik me altijd heel sterk zien. Maar als ik alleen in bed lig, ben ik ook wel eens vaak heel erg emotioneel en zo. Dan denk ik ook van, waarom overkomt mij dit? Ja, die vraag die is niet te beantwoorden. Nee, zeker niet. Altijd gezond geweest, nooit ergens last van geweest. Ik drink niet, ik rook niet. Dus. En dan moet zoiets op je pad komen. Die actie van die meiden gaat in januari plaatsvinden. Ik hoop dat die sneeuwt, hè? Nee, dat hoop ik ook niet. Ik hoop dat ze mooi weer hebben en dat ze lekker een mooi fietstochtje gaan maken. En hopelijk veel geld inzamelen. Nou worden er meer acties ondernomen volgens mij, hè, om jou naar Amerika te krijgen. Ja, zeker. Er is ook een benefietavond voor mij georganiseerd in het café hier in Dongen. Bij mijn voetbalvereniging waar ik voetbal, worden acties gehouden, zoals er worden flessen opgehaald. Voetbaltoernooi wordt er georganiseerd. Zelfs bij mijn tante, ik zit in Goesnau op school en ook in Zeeland worden er acties voor mij gehouden van mensen die ik helemaal niet ken. Maar toch voor mij iets willen betekenen. Dat is echt heel mooi. Ja, dat is denk ik hartverwarmend. Zo, dat is echt. Dat geeft je ook heel veel kracht en maakt je ook heel sterk, vind ik. En ook om deze tijd door te komen, geeft dat zeker veel kracht. Maar je vertelde net over Colette en Demi. Die hebben die actie georganiseerd. Maar hoe hebben ze tegen jou verteld? Of hoe zag je dat? Ja, Demi die begon met praten via WhatsApp. En ze vroeg natuurlijk hoe het ging. En toen zei ze dat ze een verrassing had. Dus ik was al echt benieuwd van. Want Demi die stelt wel meer acties. Die probeert zoveel mogelijk acties op te richten. En dat vertelt ze dan elke keer tegen mij. En toen op een gegeven moment kwam ze met deze actie. Ik dacht, wauw, dit is echt een schitterende actie. Maar dat vond ik van alle acties die ze eigenlijk organiseert. Ja, alle acties voor jou bedoel je? Ja, zeker. Want ze organiseert ook iets bij de Jumbo in Teteringen. Met verkoop en ze doet zoveel dingen. Maar ook Colette en andere mensen die zoveel betekenen. Die nou allemaal acties voor je gaan doen. Dat is echt schitterend om te zien.